Elke week kon je in wijkcentrum Westwijzer voor een laag bedrag aanschuiven voor een fantastische maaltijd. Maar helaas is het wijkcentrum nog niet open, dus had de kok Peter Malvliet het idee om de maaltijden dan maar thuis te gaan brengen. Ja, ik ben bezig met een maaltijd die wekelijks bereid wordt hier in het wijkcentrum. Ja. En er wordt gretig gebruik van gemaakt. Normaal gesproken koken we altijd op woensdag. Ja. En dan heb ik er een 40, 45 personen en die genieten dan om 6 uur een maaltijd. En die komen hier in die de komen in het wijkhuis, ja. Alleen voor de gezelligheid en voor de mensen onder elkaar en voor de kwalitatief goede maaltijd. Ja, ja. Kook alles vers. En het varieert nou met het seizoen. Volgende week hebben we asperges, vandaag hebben we bami. Mm-hmm. Gisteren hadden we gebakken lekkerbekje, aardappelpuree, gemengde sla, verse kippensoep, ja. Appelmoes en een toetje. Het is een hele gigantische maaltijd. Het is een redelijk, een zeer goede maaltijd. Het wordt allemaal vers bereid. Allemaal verse ingrediënten van de mensen, middenstand uit de buurt. De groenten komen uit Aalrechtsel. De kip komt uit Stiphout. En ik bereid alles vers in samenwerking met normaal gesproken 3 vrijwilligers, dames. De jongste is 62 en de oudste is 91. Goeiedag. Ja. En daar heb ik een heel leuk keukenteam aan. Met 3 dames. En het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Mm-hmm. Ik ben 6 jaar geleden getroffen door een herseninfarct. Ben ik werkloos geworden en ik heb de koken heb ik geleerd bij Restauriekes in Helmond. Okay. In 74, 75. En toen ben ik eigenlijk benaderd of dat ze wilden vroegen aan mij dat ik wilde gaan koken. Ja. Nou, dan heb ik hier gevraagd, heb ik toestemming voor gekregen. Ik heb ook toestemming gekregen van de UWV. En dit is eigenlijk dus een uit de hand gelopen hobby. Ja, want je zegt dat het elke week normaal in het wijkgebouw. Nou, vanwege het virus brengen jullie het thuis volgens mij, hè? Blijf. Jullie brengen zometeen de pakketten naar huis. Die worden dadelijk geproportioneerd. Sieraad staan de bakken klaar. En die worden in tasjes door de lefgroep netjes bij de mensen aangeleverd. Ja. Er wordt een bakje neergezet. Daar kunnen ze de betaling in doen voor volgende week. En dan kunnen ze de maaltijd meenemen. De lefgroep neemt het bakje mee. Ja. En die brengen 10 tot 15 maaltijden per persoon weg. Dus ik heb 3 personen rijden. Wat voor bedrag praat je dan over? Dan praat ik over een bedrag van €6,50. Dat is geen en geld. Alles wat ingelegd wordt. Ja. Kom terug in de maaltijd. Dus ja. Ik hou er geen financiële dingen aan over. Net als volgende week hebben we asperges. Dan spring ik er net aan uit en mijn tekort komt er eigenlijk zelf bij. Want dan hou ik de andere week hou ik dat weer over. Het is een volle kar, Pierre. Ja, we maken weer aan de gang. Ik kom meteen doorbrengen, Jan. Ja, dat heb ik niet gedaan. Ja, hoe is het voor te betalen, Jan? Nee, ik betaal al voor 2 keer. Ja, dat heb ik niet. Ik betaal al voor 2 keer, want dat zijn ze. Alsjeblieft. Dank u wel. Smakelijk eten, hè? Goed. Hoe blij ben jij hiermee? Ik ben hartstikke blij mee. Ik hoor dat je maar gewoon als je een vader van. Ja, want nou is het alleen op donderdags of woensdag en donderdag? Nee, eigenlijk zoemtjes nou aan normale smoeders eerst binnen. Ja. In de school zelf. Maar nou ja, nou met die corona. Nou ben ik heel blij dat hij dat zoemt is en ook donderdag doet, snap je? Ja, maar normaal ga je naar het ja, op kant heen, ja. Ja. Dus smaakt het? Ja? Smaakt het wat Peter klaarmaakt? Hartstikke goed, hartstikke vet. Of vet om te zeggen. Hartstikke vet. Nou, smakelijk eten. Ja, het smaakt altijd goed. Toppie. Smakelijk eten. Goed zo. En is dat alleen in de wijk Helmond West of is dat gewoon heel Helmond? Nee, het is hoofdzakelijk voor de mensen uit de wijk. Maar sinds gisteren ben ik ook in Aalrechtsel aan leveren. Ik lever op de Rijbelberg. Dus, en ik heb niks anders. Ik maak reclame op Facebook, dus dat de maaltijd iedere week geserveerd is. En dan krijg ik alleen leuke reacties op. En mochten er mensen interesse hebben, mijn nummer is bekend bij het wijkhuis.
En dan kunnen ze altijd een telefoontje plegen. En mocht het in mijn mogelijkheden liggen, wil ik het handig uitbreiden. Ja, want zodra als mensen thuis nu zitten en zeggen van god, daar wil ik ook wel voor een aanmerking komen. Dan zeggen contact opnemen met de Westwijzer. En dan komen ze vanzelf bij jou uit. Dan worden ze doorverwezen naar mijn telefoonnummer. En dan ik noteer het op de lijst. En dan is vanaf de week erop deelname. Hartstikke goed. Dus.